Welkom bij deze aflevering van Sportclub Schiedam. We besteden in deze reportage aandacht aan een bijzondere sportmiddag die plaatsvindt in de Margriethal. Het is een middag waarbij kinderen met en zonder beperking samen met elkaar gaan sporten. En het leuke is dat ze dat ook nog eens samen gaan doen met spelers van Sparta Rotterdam. Jos van Hek van Sparta Rotterdam, hier ook aanwezig bij de middag die in het kader van de sportief tour wordt georganiseerd. Volgens mij ben jij er vorig jaar ook bij geweest, hè? Ik ben er vorig jaar niet bij geweest, nee. Nou, dan gaan we even kijken naar deze middag. Die is opgezet voor kinderen met en zonder beperking om die samen te laten sporten. Ja, dat lijkt me toch hartstikke leuk. Ik vind het een heel leuk initiatief. Ik ben zelf 20 jaar sportleraar geweest, zowel middelbaar als basisonderwijs, maar ook in het bijzonder onderwijs. En dan is het altijd jammer dat dat met sportdagen en gewone lessen gescheiden wordt gehouden. Dus ik vind het een geweldig initiatief. Is het ook leuk dat je als voetbalclub Sparta hier aan zo'n middag mee kunt doen? Ja, kijk, die kinderen kijken natuurlijk geweldig op tegen spelers en trainers en alles wat maar op televisie komt en met voetbal een beetje belangrijk is. Dus het is, jongens hebben een voorbeeldfunctie. En die jongens vinden het zelf ook leuk om mee te sporten met die kinderen. Ja, want dat gebeurt ook vanmiddag. Hè? De spelers van Sparta gaan ook gewoon meedoen, hè, met alles. Ja, ze zijn verweven in elk groepje. En mijn groepje is nu aan het basketballen. We hebben net een rolstoelparcoursje afgelegd. En je merkt dan zelf eigenlijk ook hoe moeilijk dat is om daar mee te bewegen. Laat staan om echt mee te sporten. En, dan krijg je ook wel meer bewondering voor mensen die met een handicap moeten sporten. Ja, je gaf het al aan, voetbalclubs spelen in dat kader ook een belangrijke rol in het maatschappelijk proces daarbij. Is dat ook belangrijk dat je als voetbalclub aan dit soort dingen meedoet? Ik vind van wel. Ik vind dat je steentje daar moet bijdragen. En wat ik zeg, iedereen spaart tegenwoordig voetbalplaatjes en wil fotokaarten en handtekeningen. En als die kinderen dan hun helden, om het zo maar even te noemen, in levende lijven kunnen ontmoeten en zelfs daarmee samen kunnen sporten, vind ik dat een geweldig initiatief. En dat zou veel meer moeten gebeuren nog. Ja, want als je dat ziet op zo'n middag, dan zijn de kinderen sowieso de winnaars. Ja, maar de spelers zijn nou ook weer eventjes kind, hè? Dus dat is wel leuk om te zien. Je ziet eigenlijk dezelfde beleving en we zijn eigenlijk allemaal winnaar, denk ik. Geef je ze dat ook als opdracht trouwens mee, om ook vooral plezier te maken op zo'n middag als dit? Ja, maar mensen vergeten dat voetballers zijn voetballer geworden omdat ze in eerste aanvang voetbal leuk vonden en met plezier doen. Dus deze jongens die sporten gewoon met plezier. Dus die opdracht hoef je ze niet mee te geven, dat gaat vanzelf. Oké, nou en jij gaat neem ik aan ook nog je steentje bijdragen aan de dag van vandaag? Ik hoop dat ik zo mag invallen, dat ik goed genoeg ben om mee te spelen. Oké, nou we gaan het zien. Bedankt in ieder geval voor je toelichting. Graag gedaan. Nou, twee van de deelnemers staan hier naast me van de school uit Vlaardingen, de Erika school en de school uit Schiedam, de Gorze. Nou, ik ga het je even vragen, wat vind je van vandaag? Superleuk. Wat heb je tot nog toe gedaan allemaal? Penalties en met de rossen op de baan. Wat vond je tot nog toe het leukste om te doen? Penalties. Kan je dat een beetje goed? Ja. Nou zijn ook de spelers van Sparta hier vandaag aanwezig. Heb je ook fan van Sparta of van een andere voetbalclub? Alle twee. Heb je ook al gesport met een speler van Sparta? Zijn de mensen van Sparta erbij geweest bij wat je hebt gedaan? Ja. Konden ze het een beetje? Ja.
Oké, nou ga ik ook even naar jou toe. Wat heb jij tot nog toe gedaan? Hockey met de rolstoelen, op de baan en penalties. En wat vond jij het leukst om te doen? Penalties. Ook bij jou hebben spelers van Sparta erbij gedaan. Konden ze het bij jou een beetje goed? Ja. Wat vind je zelf wat het beste is gegaan tot nog toe? Bij de penalties heb ik wel gescoord. Bij de rolstoelen was het wel beter gegaan. Is dat moeilijk trouwens om in een rolstoel te zitten en dan te sporten? Ja, is wel moeilijk. Wat is daar moeilijk aan? Om hem te besturen. Want dat moet je zelf natuurlijk doen, hè? Kijken hoe dat gaat allemaal. Maar lukt het een beetje? Ja. En wat ga je verder nog doen hier vanmiddag? Ik ga nog basketballen op een rolstoel. En nog volleyballen zittend. En nog andere dingen. Oké, nou heel veel plezier erbij nog. Ja, dankjewel. Ook het Vlietland ziekenhuis is op de dag van vanmiddag aanwezig. Sylvia van Prooijen van het Vlietland ziekenhuis staat hier naast me. En de vraag is dan natuurlijk ook, wat doet het Vlietland ziekenhuis op zo'n dag als vandaag? Nou, op zich, wij organiseren dit evenement samen met Sparta Rotterdam. Onder het initiatief dan van de Sportief Tour, het landelijke initiatief. En wij vinden het gewoon eigenlijk als ziekenhuis belangrijk om gezondheid en sportiviteit te stimuleren. Natuurlijk, wij zorgen graag voor mensen als ze ziek zijn en om ze beter te maken. Maar eigenlijk nog beter is om gewoon niet ziek te worden en gewoon zelf je verantwoordelijkheid te nemen en sportief bezig te zijn. Nou, dan vinden we dat natuurlijk heel erg leuk om juist bij de jeugd het sporten te stimuleren. En het mooie van dit is natuurlijk het integreren van kinderen met beperking, zonder beperking. Het doet er eigenlijk niet meer toe van welke school of met welke beperking je hier komt. Iedereen is even gelijk en is lekker aan het sporten. Ja, want dat is het belangrijkste van vanmiddag, dat die integratie er is. En kinderen ook eigenlijk met elkaar sporten een beetje kennis maken. Op zich is dat natuurlijk belangrijk dat de kinderen zich dat al jong beseffen. Ja, dat niet iedereen even gelukkig misschien geweest is. Met beperkingen toch moet proberen te functioneren in het dagelijks leven. En wat is het dan mooier als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren. En het leuke is dat Sparta Rotterdam ook door de samenwerking met het ziekenhuis hier vanmiddag ook bij aanwezig is. Ja, dat geeft vanmiddag natuurlijk nog wat extra cachet. Vanzelfsprekend, Sparta vind ik erg leuk dat ze de tijd daarvoor vrijmaken. Dat die jongens hier toch belangeloos dan staan. En ja, voor de kinderen geeft dat natuurlijk net iets extra's. Als je dan kan vertellen van ja, ik heb gesport, maar wel met Sparta. Dat is natuurlijk gewoon heel erg leuk. En wij zijn er ook blij mee dat zij gewoon die tijd daarvoor willen investeren. Je gaf het al aan, het Vlietland ziekenhuis werkt ook samen met Sparta Rotterdam. Waar bestaat zo'n samenwerking uit? Nou, op zich is het zo dat zowel Sparta als het ziekenhuis heeft natuurlijk gewoon een positie in de regio. En ons bestaansrecht ligt ook in die regio. Dus dan vinden wij het ook wel belangrijk om wat terug te doen. Juist voor de inwoners van de Nieuwe Waterweg Noord. Nou, dat is van Rotterdam-West tot Hoek van Holland. Dus vandaar ook dat wij scholen uit Schiedam en Vlaardingen hebben uitgenodigd om vooral hier te komen deelnemen. Het is nu de tweede keer dat deze middag plaatsvindt. Is het de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden? Nou, op zich, we zijn er gelukkig allemaal nog erg enthousiast over. Natuurlijk kijken we iedere keer weer opnieuw van, sluit het nog aan? Gewoon ook bij hetgeen wat wij willen. En zijn er nog scholen die daaraan mee willen doen? En nu bijvoorbeeld de gemeente Schiedam en Vlaardingen, die hebben zich ook echt hiervoor ingezet. En dan, dat is natuurlijk ieder jaar weer even de vraag van willen ze dat, willen ze die tijd? En ja, tijd is geld toch voor investeren. Aan het ziekenhuis zal het niet liggen. Oké, nou dat is goed om te horen. En ik neem ook aan, ook voor jullie geldt dat zo'n middag als vandaag. Daar zijn de kinderen denk ik uiteindelijk toch de winnaars. Nou, dat is wel de bedoeling van heel het gebeuren. En eigenlijk als je om je heen kijkt en je ziet die lachende gezichten. Nou, dan kan je alleen maar heel erg blij zijn dat we dit georganiseerd hebben. Nou, een van de spelers van Sparta ook hier aanwezig is Edwin van Buren. Edwin, wat vind je van zo'n dag als vandaag? Nou ja, ik vind het een mooi initiatief van de mensen die dit georganiseerd hebben.
Jullie hebben ook meegedaan met de sportmiddag van vandaag. Dan zie je dat er verschillende sporten zijn waarbij ook bijvoorbeeld je in een rolstoel moet voortbewegen. Ja, dat is toch iets heel anders natuurlijk dan voetballen. Ja, absoluut. Ja, en dan een rolstoel is misschien nog makkelijker voor te bewegen dan het zitvolleybal. Want dat is helemaal lastig. Want dan je weet niet hoe je jezelf moet voorbewegen. In een rolstoel dan heb je op een gegeven moment wel onder controle van wat nou de besturing ervan is. Maar het blijft lastig. Zo'n dag als vandaag, dan ben je met kinderen ook bezig. Volgens mij merk je ook gelijk dat die kinderen het hartstikke leuk vinden dat je erbij bent als speler van Sparta. Ja, absoluut. En ik denk dat het sowieso voor de kinderen een hele leuke dag is. Je ziet hun komen ook in aanraking met de andere sporten die hier geboden worden. En het plezier straalt er gelijk vanaf. Is het voor jezelf ook leuk om mee te doen naar zo'n dag als vandaag? Ja, absoluut. Ja, ik vind alle spelletjes leuk. Dus dan wil ik ook proberen het beste te doen. En, en vooral de kinderen te helpen in deze sport. Wat is nou het onderdeel wat je toch nog het meest verrast hebt? Wat vond je eigenlijk het moeilijkst om te doen? Wat ik zei, dat zitvolleybal, dat was best wel lastig. Ja. Is dit een dag die ook mede wordt georganiseerd door het Vlietland ziekenhuis. En Sparta Rotterdam werkt ook samen met het ziekenhuis. Is dat ook belangrijk dat je als voetbalclub meedoet aan zulke soort evenementen als vandaag? Ja, ik denk het wel. Ik denk toch dat je dan samen toch een groot stuk uitstraling naar buiten, naar de andere mensen die geeft en wat heel erg belangrijk is. Oké, nou ik bedank je voor dit gesprek Edwin en ik wens je verder nog veel plezier toe vandaag. Ja, dankjewel. Nou, een van de andere spelers van Sparta Rotterdam ook aanwezig, Nathan Rutjes. Ja, Nathan, volgens mij vind je het leuk hier hè, vanmiddag te zijn. Ja, het is een enorm leuke activiteit voor ons. Leuk dat op deze manier ook de mensen met een handicap toch op deze manier gestimuleerd worden. En het is natuurlijk helemaal leuk voor ons dat het met kinderen is. En ik denk dat het een hele geslaagde middag is. Nou, dat is goed om te horen, want de middag van vandaag is ook een beetje bedoeld om kinderen met en zonder handicap samen te laten sporten. Ja. Dat merk je ook wel, hè, dat die verschillen wegvallen. Die verschillen, dat merk je niet eens meer. En het is heel leuk voor kinderen dus met die eventuele beperking, dat, waar ze dus toch vaak tegenaan hikken, dat ze nu gewoon als gelijk worden behandeld. En dat proberen wij als sporters natuurlijk ook te stimuleren, hè, om die kinderen op een juiste manier met elkaar om te laten gaan en dat er geen verschil is. En dat is heel leuk en, om mee te maken vandaag en heel leuk om daar aan bij te dragen. Ja, je hebt ook enthousiast meegedaan aan alle spelonderdelen tot nog toe. Ja, precies. Wat vond je het leukste om te doen? Nou, wat ik heel leuk vond is het rolstoelbasketbal. Dat was echt enorm leuk. Wat je als voetballer toch vaak hebt is dat balsporten je het dichtst bij staan. En dat merk je ook met dit soort activiteiten. Dus het volleyballen, het hockey, het basketballen. Dat zijn toch wel de leukste dingen om te doen. Ja, het feest van vanmiddag is helemaal compleet. Omdat jullie als Sparta Rotterdam er natuurlijk ook bij zijn. Dat merk je volgens mij ook wel, hè? Dat kinderen dat heel leuk vinden. Ja, kinderen dat vinden dat enorm leuk. En je hebt natuurlijk ook mensen erbij die je ook herkennen van de televisie en van het voetballen. En ik weet nog goed, toen ik zelf een kleine jongens was, toen keek ik ook altijd tegen de jongens op. En je merkt dat ze het gewoon heel leuk vinden dat wij er zijn. En, we doen het ook heel graag. Ja, dat merk ik, want we hebben net ook gezien dat je nog flink wat handtekeningen hebt moeten uitdelen aan de jongens en meisjes met hun shirt. Ja, dat geeft alleen maar aan dat ze het ook leuk vinden. Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook iets dat ze... Normaal zijn wij niet echt bereikbaar. Ze zien ons in het stadion en misschien bij een open dag. Maar over het algemeen zie je ons niet. En bij dit soort activiteiten hebben ze de mogelijkheid om het te doen. En, denk ik dat het voor hen ook hartstikke leuk is dat ze een handtekeningetje van hem krijgen. En soms weten ze het niet eens. Ik denk als je aan de helft vraagt van wie is dat, dan weten ze het niet eens. Dan gaat het gewoon om het idee dat het een voetballer is en dat wij hun komen helpen vandaag met sporten. Nou, kortom denk ik ook voor jou een geslaagde middag. Absoluut een geslaagde middag. Okay.